Hallo, ik ben Ingeborg van MBO Mediawijs en ik neem jullie mee in een onderzoek dat ik heb mogen doen naar artificial intelligence in je lessen. Wat komt er allemaal bij kijken als je AI wilt gaan inzetten in je les? Wat is artificial intelligence nou precies? Nou, de letterlijke vertaling uiteraard kunstmatige intelligentie goed in te zetten in het onderwijs. Niks engs of spannends, zoals je in veel films je doet geloven. Maar dat kan je natuurlijk gewoon ontzettend goed helpen in een individuele leerroute, toegespitst op jouw kennis, op jouw niveau, op jouw interesses. En je kunt het doen waar en wanneer je wilt en zo vaak als je wilt. Ik verwijs graag naar de website die nu onder in beeld verschijnt. Als je daar wat meer van wil weten en als je meer wilt leren over hoe dat werkt in het onderwijs. De aanleiding van dit onderzoek was eigenlijk onderzoeken, omdat ik er als stagedocent eigenlijk achter kwam van ja, er zijn heel veel studenten die al op stage zijn, die hebben geen Nederlands of Engels meer, maar die lopen toch wel tegen problemen aan in hun stage. Bijvoorbeeld voor het schrijven van een stageverslag, maar ook voor Engels het helpen van klanten of het schrijven van mailtjes aan buitenlandse klanten. En hoe zonde is dat toch dat je die studenten die nog steeds wel degelijk op school zitten niet daarmee verder kan helpen. Dus eigenlijk was dat voor mij een beetje de aanleiding van hoe mooi zou het zijn als we hen ook nog verder zouden kunnen helpen. Daarnaast is een AI-programma ook uitermate geschikt om te gebruiken nog in de les, dus voordat ze op stage gaan uiteraard. Want het scheelt docenten heel veel tijd en heel veel werk als dat stukje uit hun handen genomen wordt. Dus dat zou een extra mooie doelstelling zijn. Dus de doelstelling van dit onderzoek is onderzoeken of studenten en docenten baat hebben bij zo'n artificial ondersteund programma in de Nederlandse en de Engelse taallessen. Hoe heb ik dit aangepakt, dit onderzoek? Ik heb contact gezocht met docenten Nederlands en Engels van verschillende teams om meteen zo breed mogelijk draagvlak te krijgen, dat ik dat niet in mijn eentje aan het uitzoeken was. Ik heb ervoor gezorgd dat meerdere niveaus meededen, dus niveau 2, 3 en 4, dus van de verschillende opleidingen. En ik heb ervoor gezorgd dat daar klassen bij zaten die nog les kregen als klassen die al op stage waren, want dat was natuurlijk mijn aanleiding. Als je echt meer wilt weten over de echte aanpak en wat ik allemaal daarvoor gedaan heb, kijk dan eventjes hieronder bij de beschrijving. Daar heb ik daar wat meer tips over neergezet. En natuurlijk, ik heb al eerder een filmpje gemaakt over hoe pak je een onderzoek aan. En daar kan je natuurlijk ook eventjes naar kijken. Oké, zonder al meteen een exacte aanbeveling te moeten doen van welk programma moet je gebruiken, dat is natuurlijk onmogelijk. Maar ik kan wel een aantal tips geven waar je op moet letten als je een AI-programma gaat aanschaffen, waar dat aan moet voldoen en waar je eventueel op moet letten. Nummer 1. Ga niet op de eerste de beste aanbieder af. Doe goed marktonderzoek en doe dat niet alleen. Neem je hele werkgroep mee. Dus je collega's van het vakgebied taal, Nederlands, Engels of wat je maar wilt gaan onderzoeken natuurlijk. Breder gedragen is heel fijn, want dan denken de mensen met je mee. Maar ook als het een succes is, dan heb je meteen een hele achterban die helemaal achter jouw idee staat. Hoe leuk is dat? En tip nummer 2. Zorg dat het een gebruiksvriendelijk programma is. Dat het een stevige interface heeft, dus dat het stabiel is. Zorg dat er een goede vergeten wachtwoord optie in zit die ook snel reageert. Als een van deze opties niet fijn zijn, dan haken de studenten gegarandeerd meteen weer af. Van, het werkt niet, ik heb geen zin, laat maar zitten. Dus dat wil je ten alle tijde zien te voorkomen. Het moet goed werken. Aanbeveling nummer 3. Zorg dat het er visueel goed uitziet. Dat tekst en beeld gecombineerd gaan worden. Want alleen tekstjes, dan haken ze ook snel af. Onze ogen willen ook een beetje vermaakt worden uiteindelijk. Dus zorg dat het er mooi uitziet. Visueel aspect is dus heel erg belangrijk. Alleen maar om de aandacht vast te houden en de motivatie hoog te houden natuurlijk. Punt 4. Oké,
Zorg dat er bepaalde websites zijn waar jij kan aangeven als schoonzijnde waar jij de teksten op gemined wil hebben, zoals dat dan heet. Met andere woorden, dus als je naar actuele teksten gaat zoeken en die gaat voorschotelen aan die studenten, dat die niet heel eenzijdig alleen maar van hele voor hun saaie websites afkomen, zoals heel politiek correcte bijvoorbeeld, maar dat er ook websites tussen zitten waarvan jij weet, daar zitten de studenten doorgaans ook op en dat heeft hun interesse. Maar ook wat er een beetje mee samenhangt, als de student heeft aangegeven van ik ben gek op basketbal, dat er dan niet alleen maar op het kopje sport gezocht kan worden, want dan komt 9 van de 10 keer komt er natuurlijk voetbal tevoorschijn. Nee, dat er dan wel ook daadwerkelijk iets over basketbal tevoren komt en niet alleen maar over de mainstream. Dus echt op hun eigen interesses, heel belangrijk. Punt 5. Zorg dat er in het programma iets van gamification zit. Dus bijvoorbeeld dat er heel prominent in beeld staat hoeveel woorden jij deze sessie geleerd hebt of deze week geleerd hebt. Of er misschien een doel is dat je kan instellen, dat je daar naartoe kan werken om dat te halen. Of bijvoorbeeld dat je een level hoger kan of zoiets dergelijks. Dat motiveert, dat stimuleert, dat vinden ze leuk, echt. Punt 6. Dat er gebruik wordt gemaakt van een gedegen vertaalprogramma. Dus niet alleen van Google Translate of überhaupt niet van Google Translate. Ondanks dat die vertalingen daarin absoluut beter zijn geworden de laatste tijd. Er zijn toch een aantal punten waar hij dat niet goed doet. Dus check dat er gebruik wordt gemaakt van een goede library voor de vertalingen. Tot slot, nummertje 7. Zorg dat er goede opdrachtjes bij zitten die hierop aansluiten. Dat kan natuurlijk in het programma zelf al zijn, maar zijn die er niet, zorg dan dat je die zelf in je les eraan toevoegt. Alleen als je het echt meteen kan toepassen, dan gebeurt er iets daadwerkelijk mee natuurlijk. En wat ik gemerkt heb in mijn onderzoek, is dat de opdrachtjes er een beetje los van stonden, waardoor de studenten hadden, wat heb dat hier nou weer mee te maken? Waarom moet ik dit doen? Het woordje waarom. Dus zorg dat er iets zinvols bij aansluit. Goed punt. En dan kom ik aan het eind van dit filmpje. Tot slot wil ik je vragen om heel veel plezier eigenlijk te wensen met jouw onderzoek naar AI in jouw lessen. Maar heb je nog vragen, dan kun je die gerust stellen. Als je eventjes naar dit mailadres dat stuurt, dan kunnen wij hopelijk jou misschien nog wel helpen hiermee. Oké, ik hoop dat je genoten hebt van het filmpje en dat je er wat mee kan vooral. Veel succes straks bij je eigen onderzoek.